Dat is de IJzermonding in Nieuwpoort, waar de zeehond ligt. De zeehond is een van die vele soorten die eigenlijk een comeback maken naar ons land. Die was ook volledig verdwenen halfweg vorige eeuw. Die heeft een comeback gemaakt, dat is een van die soorten. Maar vooral voor mij is dit eigenlijk symbolisch, dat beeld, omdat ik ben al heel mijn leven gek van het leven van dieren, dat al altijd. Maar eigenlijk had ik nooit bij stilgestaan dat wij ook in eigen land schoon en wild leven hadden. Tot enkele jaren geleden in Nieuwpoort ik een zeehond zag en een velduil. Een jaar of 4, 5 geleden was dat. Daar zijn eigenlijk mijn ogen wel open gegaan dat ik dacht, wauw, wat is dat hier in ons eigen land? Ik was voordien al op safari geweest in Zuid-Afrika, had de tijgers gaan zoeken in India. Ik had de lynx gezien in Spanje. Echt, beesten waren altijd mijn ding. Als ik op reis ging, wou ik beesten zien altijd. Maar toen zag ik dat hier in Nieuwpoort en daar zijn mijn ogen open gegaan, wauw, wat een schoonheid hebben wij ook in eigen land. En zo is het eigenlijk begonnen dat ik ook in eigen land wel een tour ben gaan doen met mijn Kodak in mijn vrije tijd dieren gaan zoeken. Hier is het voor mij allemaal begonnen. Maar niet alleen voor mij, hier is eigenlijk heel veel begonnen, ook voor de natuur. Want de IJzermonding stond eigenlijk, dat was een militair domein, dat stond eigenlijk lange tijd onder druk. Men wou daar, zoals zo vaak aan onze kust, vakantieparken of appartementen bouwen, noem maar op, vastgoed. Maar begin jaren 90 zijn dan een aantal natuurmensen uit de natuurbeweging en eigenlijk met een alternatief plan gekomen, het plan Zeegond. En zij zeiden, laat ons deze zone eens beschermen en een echt natuurdomein van maken. En die kregen steun uit politieke hoek, van links tot rechts. Dat was heel frappant. Die kregen steun, en die man vertelt dat ook in het boek, kreeg steun van links tot rechts. En ze zijn erin geslaagd. Zij zijn erin geslaagd om eigenlijk van een beschermd gebied te maken. En dat is een van de eerste keren in onze geschiedenis hier in ons land, dat eigenlijk, ik noem het natuur, het pleit won van beton. En vandaar ook de IJzermonding is eigenlijk om vele redenen een symbolische plek. Deze foto is het Vlonderpad in de Hoge Venen, een van de mooiste natuurgebieden in ons land. Dus eigenlijk in mijn zoektocht naar dat verhaal van die wilde dieren, en naar de stand van onze natuur ben ik het land rondgetrokken naar allerlei natuurgebieden. Gaan wandelen met heel veel mensen. Hier in deze, ik heb deze eruit gekomen omdat ik die foto heel mooi vond. Maar dat kon even goed in Antwerpen zijn, de Kalthoutse Heide. Dat kon even goed de Hoge Kempen zijn, Vlaams-Brabant. Heel het land ben ik gaan wandelen. Hier was het met de Waalse minister van de Natuur, Céline Thierry, ben ik hier gaan wandelen. Dus dat staat symbool eigenlijk, deze foto, voor de vele wandelingen die ik gemaakt heb in onze prachtige natuur, die we toch nog altijd hebben in ons land. Voilà, dus deze staat symbool eigenlijk voor al die wandelingen en gesprekken die ik gevoerd heb voor het boek. Deze foto, dit dier symboliseert voor mij eigenlijk de schoonheid van het wilde leven in Nederland. Dit hebben wij in ons land. Deze foto kon genomen zijn in Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Deze foto kon eigenlijk overal genomen zijn in ons land. Dat vind ik fantastisch. Dus ik zal er bijna emoties bij krijgen bij de schoonheid van dit te zien. En wat zie je hier? Dat is de ijsvogel. Dat is de ijsvogel. Prachtig. Die zat te wachten. Zat te kijken. Om dan een duik te nemen in het water. En een vis eruit te halen. Prachtig. Dat lijkt een heel exotisch ding, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is geweldig. Je kunt dat overal. Het vraagt gewoon een klein beetje kijken. Af en toe eens wachten of gaan wandelen of iets langs. Maar vooral kijken en leren kijken. En dan zie je dat. Heb jij bijvoorbeeld, zoals echte vogelaars, uren op je buik gelegen? Nee, ik ging eigenlijk altijd op pad. Eigenlijk was dat, het is gebeurd hoor. Ik heb eens in een hut geslapen en dat was om wasberen te zien. Maar eigenlijk altijd was meestal gewoon gaan wandelen. Wandelen, stil natuurlijk, 's ochtends, vroeg, 's avonds laat. Met de Kodak in de hand en kijken en luisteren, kijken en luisteren. Het is gebeurd hè. Soms moet je bij bepaalde dieren moet je wel stilzitten in een hut. Een vogel kijkt het en dan zegt het. Soms moet je dat eens. Maar nee, anders is het meestal gaan wandelen. Die wou ik toch, ik hoop van kwaliteit dat hij dat noemt, maar die wou ik toch ook meegeven, omdat die staat symbool vind ik ook voor het verrassende leven ook in Nederland. Ik vind dat fantastisch. Zo die kijk toen ik die te zien kreeg, was geweldig. Dat was in de Voerstreek, in Limburg. Dat was s'avonds. Ik had een tip gekregen van iemand, Frederik Toelen, die ook in mijn boek voorkomt, waar we dassen konden zien en zo. Ik wou absoluut de das ook hebben. Ik wou de das op foto hebben en die in mijn boek kunnen meegeven. Ik vind dat een geweldig beest. Ik vind dat, wie krijgt dat nu te zien?
Zelden of nooit krijg. Ik vond dat geweldig. Dus dat is trouwens ook een van de soorten die aan een terugkeer bezig is, die het beter doet. Dus vorige zomer heb ik dan echt een safari ondernomen. Zo 2 weken beesten gaan zoeken in eigen land. En dat was een van de, ja, van de hoogtepunten. Die samen met de wilde kat heb ik ook te zien gekregen, de rode wouw. En de das, dat waren zo wel de absolute hoogtepunten van die safari in eigen land. Dus die wil ik ook wel meegeven, omdat... Ja, dus dat symbool van die safari die ik gemaakt heb in Nederland, dus op zoek naar al die dieren waarvoor ik dus al die uithoeken van het land verkend heb. Ik vind het ook een geweldig beest, ik vind dat fantastisch gewoon. Wauw, dat is echt een wauw beest. Ik vind die fascinerend in die kop, wit, zwart. Schitterend, schitterend beest. Fantastisch. Als mensen kans willen maken om die te zien, dat zet ik ook in mijn boek. Ja, de beste kansen zijn in Limburg, in de Voorstreek. Daar zijn de beste kansen om dassen te zien. Want dassen komen, zijn zeer schuw. Juni is een goede periode. Die komen maar s'avonds laat uitgeburgd. En ja, hier was het een uur of een half uur voordat de zon eigenlijk onderging, dat ik hem nog te zien kreeg. Vandaar dat de foto is al niet meer 100%. Maar toch ben ik content van dat die wel gezien heb. Dat is de grutto. De grutto die staat eigenlijk symbool voor de achteruitgang van de vele soorten, die, de landbouwsoorten zoals we die noemen, de soorten die eigenlijk gebonden zijn aan landbouwgrond. Die hebben het heel moeilijk in ons land. Volgens de laatste Living Planet Index op van WWF zijn die met 60% gedaald, maar ik moet de exacte cijfers. Ik denk van 1990 tot 2018 zijn de soorten die aan landbouwgrond gebonden zijn met 60% gedaald. De grutto is daar een symbool van, een van die vele dieren die het moeilijk heeft in ons land. Hè. Dat is misschien een interessante cijfer. Dus, het is zo dat van alle gewervelde dieren in ons land, 1 op 3 is zeldzaam of is een voortbestaan bedreigd. 1 op 3. Dus dat zegt wel iets. Hè. De grutto, dus dat zijn in hoofdstak zijn dat zeker landbouwsoorten, die hebben het heel moeilijk. En de grutto symboliseert dat ik vind een fantastische, schone vogel. Maar die heeft het ongelooflijk moeilijk. Hè. Dus ja, het feit dat er dus een aantal iconische, bekende soorten terugkeren naar ons land, wil niet zeggen dat het goed gaat met onze biodiversiteit. Dat is de belangrijkste les die ik wel geleerd heb onderweg. Het gaat niet goed met onze biodiversiteit, ondanks die terugkeer van een aantal soorten. En deze grutto staat daar symbool voor.